Deze beschouwing die gaat over de oorlog tegen de kinderen en dan met name toegespitst op het toedienen van methylfenidaat, ook wel Ritalin genoemd. Maar Ritalin is maar één van de namen. Het heet ook wel concerta of concerto. Het wordt uh, Medica's is ook een naam. En Atenta wordt het ook verkocht. Maar het is allemaal methylphenidaat. Ik heb hier de webpagina die op Wikipedia staat voor mij, en het wordt dus toegediend bij kinderen. Met ADHD. Attention deficit hyperactivity disorder. Het zijn kinderen die zijn snel afgeleid en ze zijn heel erg druk. Dat is het. Dat je daar even goed bij stilstaat. Dat is waar je het over hebt. Kinderen die snel afgeleid zijn en ze zijn heel erg druk. Nou, als ik voor een klas zou staan en er waren kinderen in die klas en die waren heel erg druk en die waren heel snel afgeleid, dan zou ik wel wat gaan doen. Ik zou wel in actie komen. Ik zou die kinderen bijvoorbeeld naar buiten sturen. Niet boos of zo. Ik zou tegen die kinderen zeggen van nou, je bent zo druk. Ga jij maar lekker naar buiten. En dan ga je daar, ja, dan moet je buiten wat kunnen doen. Je moet die kinderen wel wat te doen geven. Iets wat ze leuk vinden te doen natuurlijk. Ik had een keer een jongetje op bezoek. En zijn moeder, alleenstaande moeder... Oh, 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 oh. Alleenstaande moeder. En die moeder moest weer ergens naartoe. En dat kind moest ondergebracht worden. Nou, ik heb de eer gehad om tot dat mijn dochter tien was... elke dag thuis te zijn. Elke nacht ook. Ik heb één keer, twee keer hooguit heb ik geslapen bij een vriend. Dat was het. En dan was die moeder natuurlijk thuis. Dus ons kind hoefde nooit ergens ondergebracht te worden. Maar een heel enkel keertje, dan moest ik samen met die moeder moest ik wat gaan doen. En het kind kon dan niet mee, want het ging om een verjaardagscadeautje voor haar. En ja, toen hebben we ja, met een smoesje dat kind ondergebracht bij de buren. En toen konden wij even de stad in om te gaan zoeken voor een cadeautje. <laughs> maar ja, die moeder had dus daadwerkelijk een serieus ding. En dat kind moest de hele middag ondergebracht worden. En was bij ons. Dat kwam bij ons eigenlijk altijd. Maar dat kereltje, ik mocht hem wel. En een druk, druk, druk figuurtje. Oh, 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 oh. En was die uh, snel afgeleid? Jazeker. Och, me. Ik weet nog wel een keer, was hij zo druk. En toen zei ik tegen hem: ja, jongen, kinderen die zo druk zijn, die krijgen een pleister op de mond. En hij zo: oh, 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 eh. Uh, uh, <laughs> ja, dat wil ik wel. Ik zei: nou, dan moet je vooral zo doorgaan. <laughs> <laughs> Lachen man, mijn nee, door. Ik zei oké. Okay. <laughs> en ik naar de keuken. En dan doen we la open. Daar lagen zo rol met pleisters. En we hadden van die hele grappige Jip en Janneke pleisters. En een stuk pleister eraf geknipt. Op de rol zit dat, hè? En dan was er een stuk eraf geknipt van 10 centimeter lang of zo. <slacht> Hier komen jij. En hij kwam er ook gelijk aan. Hè? Van, nou, en nu krijg ik dat. Uh, nu krijg ik mijn verdiende loon. Huh? Dat wist hij ook. Hij uh, was zo druk, zo. Uh... Oké, okay. even je hoofd stil Want Dan gaat de pleister schrijven. En dat moeten we niet hebben. Nou, hij houdt keurig zijn hoofd stil. <laughs> oh wow, wow. En ik die Jip en Janneke pleister over zijn hele mond. Huh? Daar hebben we nog een foto van gemaakt ook. Ja, kom op, die moet op de foto worden. Hij is echt heel leuk. Hij staat nog hier op mijn. Uh, ik heb zo'n zo netwerk, harde schijf hier in mijn netwerk. Zo'n 2 terabyte aan uh, herinneringen. Massa's met foto's. En daar staat die foto ergens tussen. De vraag is of je hem weet te vinden. Nou, toen heeft hij een hele tijd met die pleister op zijn mond gezeten. En ja, toen was het ook weer uh, ja, het lolletje daar vanaf. En... Nou, en dan moet ik eens een grote pleister eraf halen. Ja, de, de, die heb je niet zomaar los. Maar het waren kinderpleisters. Die hebben niet van die hele sterke lijm. Dus dat ging wel. En de rest van de, die middagavond, wanneer was die bij ons? Was toen heel relaxed. Maar die andere keer was hij dus bij mij, want hier was de moeder dus bij. Hè? Met die pleister. Die moeder kwam die met eten of zo. Maar die andere keer werd hij bij mij gedumpt. En mijn dochter was ook thuis. En mijn dochter is zo heel lief, Volgzaam. zoet meisje. Was ze altijd. Hè? En hij is dus echt zo'n stuiterkonijn, man. Denk, 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 denk. denk. En mijn dochter die wilde wel gaan schilderen en wat tekenen. En uh, hij ook? Ja, ik ook. Uh, uh. Nou, oké, okay. dus hij ook. Maar er kwam helemaal geen bied van terecht. Dus. dus ik naar die jongen toe, ik zeg: Kom, heb je niet zin om even de tuin in te gaan? Want er liggen allemaal uh, dode takken. En die mogen eigenlijk wel in kleine stukjes. Ik weet niet dat het moet, maar eh, zo'n kind denkt al snel dat hij dan iets nuttigs doet. Ik zeg, nou, ga dat maar doen. Ja. Al die takken die in de tuin liggen, allemaal in kleine stukjes. En hoe je dat doet, maakt me niet uit. Van mij eh, map je ze kapot op die stenen of zo. Of je breekt ze met je handen. Maar zoek al een dode takken maar. Want dat is een, de buurman had een plataan en die laat af en toe die takken vallen. De buurman die flikte het ook nog om tuinafval in onze tuin te donderen. Dat deed hij ook wel eens. Er lagen er nog meer takken. Lul van de vent, die buurman. Ja. Dat is geen kind, dus daar mag je niks van zeggen. Hè? En die jongen die, die ging de tuin in en, en hem nog even gezegd, van, ja, wil je een jas aan? En dat zou ik wel doen, want het is niet fris. Maar het is zijn keuze. Hè? Hij moet in ieder geval zijn schoenen aan. Hè? Maar ik zei, doe maar een jas aan, want het is, het is koud buitenman. Nou, dat vond hij goed. Dus hij is zijn jas aan, doen, zijn schoenen aan. En hij de tuin in aan zijn al oh zo belangrijke werk, namelijk alle stokken in de tuin kort en klein maken. En dan hield ik hem in de gaten zo vanuit het keukenraam stond hij met een tak die hij gevonden had... tegen de vlinderbloem aan te rammen. Zo'n vlinderbloem, ja, dus er zat toen helemaal niks meer aan. Dat was herfst of zo. Maar dan nog, dat moeten we dus niet hebben. Dus ik naar buiten, heel rustig naar buiten gelopen. Hij zei, hé, hey, wat ben jij nou aan het doen? Ja, zei hij, ik ben met de takken aan het slaan. Ik zei, ja. Maar je zit tegen die plant aan te meppen. Ja, zei hij, ja, slaan met de takken. Hij zei, ja. Maar zo heeft die plant, heeft auw. Hm? Hij was niet zo goed in zijn talen, dingen hè. Ik ga dus niet tegen zo'n kind dan zeggen, je doet die plant pijn. Of zo. Hm? Ik denk, doe het even lekker duidelijk. Normaal gesproken praat ik niet zo tegen kinderen, maar dit jongetje was... Well, dat geldt een beetje voor jongetjes, die zijn niet zo snel met talen. Hm? Niet dat ze dom zijn, dat komt later wel, maar die jonge jongetjes, die... Hm? Dus ik zei, uh, zo doe jij die plant, auw. Toen keek hij me aan met hele grote ogen. En ik, ja, aan zijn gezicht kon ik zien dat hij dacht: van, ja, maar dit is de bedoeling niet. Ik ben alleen maar alle dagen heel druk. Maar ik, ik wil niet een plant oud doen. Dat, dat, dat is niet de bedoeling. Ik ben er helemaal niet boos geweest hoor. En tegen hem gezegd: ja, en die takken kapot meppen. Doe dat maar op die stenen. zo'n bergje stenen dat ik een bankje van gemaakt. Of zo. Daar ga je lekker op meppen. Zodat die stenen hebben geen oude. Oh. die. Really. Nou, als je lekker op die stenen gaat lopen meppen. Tot die dame klaar was, en toen kwam die dus, ik zag hem al afdruipen. en dan kwam die weer naar binnen, had hij toch hartstikke koud. En ik ben ook niet gek. Dus ik had al uh, de spullen klaar voor de warme chocolademelk. En ik zei tegen hem, hé. Hey, heb jij soms zin in warme chocolademelk? Ja, zei hij, nou, uh, daar heb ik wel zin in. Zei, nou, gaan we vragen aan Nina, mijn dochter, of die ook warme chocolademelk wil. Nou, heeft zijn jongen weer wat te doen, hè? Dus die holde gelijk naar de kamer toe. En die zei tegen mijn dochter: Wil jij warme chocolademelk? We krijgen warme chocolademelk. En mijn dochter zo: Ja, dat wil ik ook. Dus die twee kinderen in de keuken. En die gaan dan geduldig op de stoel zitten, terwijl ik de warme chocolademelk ga maken. En dan maak ik dan nu zelf zoiets van, ja, ik ga nu warme chocolademelk maken voor twee kinderen. Nou, hoeveel melk moet ik hebben? lekker ja. lekkere dotsuiker erin. En zitten die kinderen lekker te slurpen aan de warme chocolademelk. En die jongen was er toen van zijn energie, was hij vanaf. Uh, ik weet niet wat hij toen is gaan doen. Een spannend boek gaan lezen van Jip en Janneke zo. Nee, niet Jip en Janneke, maar weet uh, dat ook weer? Nijntje, zo ik val, zoiets. Of toch maar gaan tekenen of schilderen. Kijk, hij was uh, snel afgeleid, hartstikke druk, bla. Hij heeft een alleenstaande moeder. Hij heeft een hele fijne, lieve vader. Ah, die is de deur uitgedonderd. Of beter gezegd, ja, het is een schandalig verhaal. Die twee die hebben elkaar leren kennen hier in de buurt van Arnhem. En die woonde toen Antikraak, herinner ik me nog. Zo'n beetje op de rand van. Wat hoe hoor dat? Die jongen was niet echt zo'n burgertypje of zo. Maar die deed iets samen met zijn vader. En samen met zijn vader had hij een bedrijfje. En daar deden ze dingen. En hij was heel handig. En toen heeft hij. Zijn vader, die woont in Den Haag. En toen heeft hij het dus voorgesteld: van... kom. Euh, zijn vader zou een pand kopen, zo was het. En hij zou dat pand gaan opknappen. En om het uiteindelijk dan te verkopen met vette winst. En zo kapitaal op te bouwen en dan. En hij zou dat pand op gaan knappen. En dan tijdens die opknapperiode. zou hij er ook al gaan wonen. En dan konden ze zo goed als gratis wonen. in een investeringspand van zijn pa. denk ik dan dat het zat. En de bank. Nou, ja, een leuk idee toch? Nou, ja, en hij heeft, dat, hij heeft zich netjes gehouden aan zijn kant van de deal. En zij, na een tijdje in Den Haag te hebben gewoond. Toen heb ik ook nog opgevangen. Dat vertelde de moeder van mijn kind. Dat die vrouw tegen haar had verteld. Dat ze haar kind helemaal niet aardig vond. Het kind was toen drie. En de moeder van mijn kind. die vertelde mij dat gewoon. Hè? En nou, zij heeft gezegd. Dat op een dag was dat jongetje heel blij naar haar toe komen lopen. Van nou mama, la En zij zat dus ergens en ze keek naar dat jongetje. En toen dacht zij, ik vind jou helemaal niet aardig. En ze getuigde dan van die gedachte tegen de moeder van mijn kind. Dus, dat kind is drie op dat moment. Ik weet het nog heel goed. Ik weet het precies. Weet het, precies. het kind was toen drie. want toen het kind geboren werd, woonde ze nog in Arnhem. En ik leerde die jongen kennen. En ik leerde het verhaal kennen van uh, zijn vader. En zijn vader heeft een beetje geld. En dus zijn vader is een soort entrepreneur. En, en die jongen is heel handig. En die kan van alles. En zo. En... Nou, dat, was, dat kind was... Toen uh, het dus kind nog twee was of zo... Woonden ze nog in Arnhem en toen was hij dus drie, en toen woonden, zijn ze verhuisd naar uh, Den Haag toe. En de moeder van mijn kind, dat was een vriendin van die moeder. Dus die zagen elkaar dan nog af en toe. En zo hoorde ik het dus. Het kind was toen drie... man. En dan ben je verantwoordelijk voor zo iemand? En dan even uit te leggen. Um, kinderen worden geboren als baby. Ik vertel je nu niks nieuws, mag ik aannemen. Ik vertel je ook niks nieuws dat baby's als er maar een piepje dwars zit. Een poepje, een piesje, een watervetje, Een tandje wat doorbreekt. Uh, 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 dat ze honger hebben, dat ze dorst hebben. Baby's zijn niet uh, zo beleefd dat ze op dat moment tegen mama zeggen van... Mama, uh, mag ik je even storen? Dat man zegt, ja, ik ben nu even bezig, straks dan, hè? En dat zo'n kind dan zegt, zo'n baby: van oké, okay, ik wacht wel even. En dan kijkt die baby op de klok en die ziet, nou, het is nu tien minuten verder. En dat hij dan opnieuw naar mama toestapt en zegt: Mama, ik vroeg het net al even, heb je nu even tijd dan wel? En dat moeder dan zegt: Nou, dat mag dan wel, maar wel even snel, hè? En wat dan is er aan de hand? Nou, mama, ik heb gepoept in mijn luier. En dat voelt helemaal niet fijn. En ik kan het zelf niet verschonen. En zou u dat misschien willen doen? Nee, dat doet een baby niet. Homo, trut. Een baby gaat huilen. En homo trut is geen Nederlands, dat weet ik wel. Maar ik word er erg boos van dat mensen niet dat respect hebben voor hun eigen kroost. Voor kroost. Kroost. Nee, baby's gaan gewoon janken. Als ze een volle luier hebben. en Het ligt niet lekker. Nou, als ze honger hebben. Als er een tandje doorkomt. Ja, zo zijn baby's. Is dat aardig gedrag? Nee. Is dat asociaal gedrag? Ja. Het is asociaal wat die baby's doen. Per definitie. Maar dat komt omdat ze niet anders kunnen. Baby's kunnen geen klok kijken, baby's kunnen geen Nederlands, uh, baby's kunnen niet. Uh, ja. Ze, ze, ze kunnen ook niks verstaan. Ze, euh, een of andere buitenlander die naar Nederland komt, die kan ook geen Nederlands verstaan. Maar die kan wel taal begrijpen. Maar zelfs dat kunnen baby's niet. Baby's zijn hooguit gevoelig voor. Kijk, dat begrijpen baby's. En die begrijpen geen woorden. En dan zo'n vrouw... Kijk, zo'n baby moet zich uiteindelijk gaan ontwikkelen tot een mens... waar je tegen kan zeggen van... Ja, nu even niet, Karel, want mama is druk bezig. Hè? Kom over een kwartiertje maar terug. Maar mama zit nu even met oma aan de telefoon. Kijk... En dat een kind dan uh, gedwee uh, op zijn hielen keert, wat anders gaat doen en na een kwartiertje terugkomt, als jij klaar bent met het telefoongesprek met je moeder, dat mag je verwachten van je kind als het acht jaar oud is. Ongeveer je kan een hele snelle hebben en dan is het wat eerder. Maar in de regel is het die leeftijd. En de echte volwassenheid. Zodat je, als jij met je moeder aan de telefoon zit. dat je kind dat in de gaten heeft. en dan vanzelf al begrijpt: van ik moet nu niet komen. met een vraag over de Huppeltje Pub. want ze zit met oma aan de telefoon. Dus ik moet maar even wachten. Nou, dat besef. Ja, dat is een kind 14, 15 of zo. Ja, tenzij je een hele vroege Henkie hebt, maar. Ja, dat is het lot van jou als opvoeder. Punt. En als je niet bereid bent om begrip te tonen voor de jongere mens, die het sociale gedrag nog helemaal moet leren, als je dat begrip niet wil hebben, als je dat respect niet bereid bent om op te brengen, ja, stop dan, vies woord, een kurk in je kut. Ik heb het dan even over het vrouwelijk deel der natie. Ja. Het is toch een schande wat die moeder heeft gedaan. Heeft gedacht. Hè? Een kind van drie, om daar dan al van te gaan denken: uh, of je het wel of niet mag. Terwijl, dat heb ik je net uitgelacht, het sociale gedrag. Dat mag je verwachten van je kind als het 14 jaar is. Het echte, volwassen, sociale, opgegroeide gedrag. En in deze maatschappij waarin we kinderen zo verwaarlozen en mishandelen en onrespectvol behandelen. Ja, ik ken mensen, ik ken er eentje die is in de twintig en die loopt rustig weg zonder te groeten. En dan ben ik... ik zal niet vertellen wie en wie... want dan zou je erachter kunnen komen... maar dan zit ik dus te praten... met zijn, noem het maar, pleegvader. Dat is een man die zorgt al jarenlang... voor dat kereltje. Zijn eigen vader is overleden... en hij heeft dan een... een, een tweede vader gekregen... maar dat was een ontzettende... brute, botte man... die hem sloeg en dat soort dingen. En... Ja, degene die ik dan ken, die trok zich het lot van dat kereltje aan. En heeft dat kereltje onder zijn hoede genomen. En dat doet hij nog steeds, by the way. Dat hij voor die jongen zorgt. Ja, op, op cruciale momenten. Hm. En dan ben ik er op bezoek en dan komt die jongen naar binnen. En dan pakt hij uh, een Pukje Check van mijn vriend en dan begint hij een checkje te draaien voor zichzelf. En hij, hij bromt wat. En uh, even later dan staat hij op en dan loopt hij weg. Zonder te groeten. Ja, die jongen is nog steeds niet. Uh, hè? Is nog steeds het kwartje niet gevallen en hij is al in de twintig. Kijk, bij die jongen mag je zeggen. Uh, nou, ik zeg dat dan bij deze, ik mag dat niet. Ik mag dat gedrag niet. Ik vind dat als je binnenkomt, dat je vriendelijk gedag zegt. En, nou, joh, een hand hoef je dan niet te geven, want ja, ik ken die jongen ook al jaren. Maar dat je zegt, mooi allemaal. En dat je voordat je een checkje gaat draaien van iemand, dat je even vraagt, mag ik een checkje van je draaien? Wel zo beleefd. En als je weer weg wil gaan, dat je dat even aankondigt en dat je een aangeeft: Nou, ik ga er weer van door. Ik kwam hier eigenlijk alleen maar om even een checkje te roken. En uh, jullie allemaal nog een hele fijne dag toegewenst. En uh, ja, nog bedankt voor je tabak en tot ziens. Doeg, ja, doeg. Kijk, hey, dat is sociaal aangepast gedrag. Dat is sociaal gedrag. Nou, dat heeft die, uh, die jongen niet. En hoe het met dat kleine jongetje ging. Dat jongetje wat dus die pleister op zijn mond kreeg van mij. en wat met die stokken mocht meppen in de tuin. en wat dus lekker druk was. Ja, behalve als ik hem onder mijn handen had. Dan met mij in de buurt gebeurde er helemaal niks. Maar goed, die moeder heeft dus. toen ze dan besloten had, ergens in Den Haag. toen het jongetje drie was, dat ze dat kind helemaal niet mocht eigenlijk. heeft ze de zaak even nog meer verergerd. door op een dag dat kind onder de arm te nemen. en terug te gaan naar Arnhem. En omdat ze niet wettig getrouwd waren, kon ze dat gewoon doen. Als ze wettig getrouwd waren, mag ze dat volgens de wet niet doen. Maar vrouwen doen dat heus wel. En een knappe man, vader, die het voor elkaar krijgt om die vrouw de... Ja, dat dat er sancties komen, zeg maar. Daar is mij nog niets, nog niks van bekend. Van een man die het gelukt is in zo'n situatie om dat zoiets terug te draaien, terwijl een vrouw dat helemaal niet mag doen. Staat in de Nederlandse wet. Je mag niet zomaar als moeder gaan verhuizen naar een andere stad dermate ver weg dat je kind de vader niet meer kan zien. Dat mag niet volgens de wet. Dat moet allemaal in goed overleg. Nou, heeft die vrouw dus niet gedaan. Want, nou, en hij kon er ook kruid, geen poten om op te staan. Want hij was dan de vader van het kind. Maar ze waren niet getrouwd. Nou, dan ging ze in Arnhem wonen. Weer terug. En één keer weer terug in Arnhem. Er zijn dus die verhalen van die pleister. Dat was toen. En het verhaal van die stokkenmeppen in de tuin. Dat was in die periode. Dat was die vier, vijf. Was ze weer terug. Schandalig. Wat die moeder heeft gedaan. Kijk, dat hoort niet. Je hoort als vrouw niet. Uh, de band tussen je kind en de vader te verbreken. Dat mag niet. Schandalig. Daar moeten die vrouwen. Uh, voor gaan bloeden. En dat gaat gebeuren. De Engelsen zeggen: what goes around comes around. En ik zeg je, die alleenstaande moeders, die vrouwen met een grote mond, die gaan boeten. Het is hun eigen keuze geweest. Ze hebben het voor gekozen bij hun volle verstand. En zij draaien op voor de consequenties. Het is regelrechte kindermishandeling. Jaren later, oh ja, die vader die is teruggekomen naar Arnhem, dan maar. Want die wilde zijn zoon zien. Dus hij heeft dat huis in Den Haag vaarwel uh, moeten zeggen, dat hele project met zijn vader af moeten blazen. Voortijdig. Eieren voor zijn geld gekozen, teruggekomen naar Arnhem om zijn zoon te kunnen zien. En toen heeft die moeder in Arnhem een, een nieuwe jongen ontmoet. Heel interessant, iets met kunst. Ja, en ik ben zelf ook heel erg van kunst, hoor. Van kunst, erg uh, ja, kunstig en zo. En dat uh, vind ik toch wel uh, kunst en kunst. Dus die man was het helemaal. En die man die had een flat in Apeldoorn. En toen is hij bij de kerel ingetrokken, in Apeldoorn. Met dat kind. Was hij weer zijn zoon kwijt. Die vader van het kindje, Zat hij in Arnhem? Hij woonde bij mij om de hoek. Ja, helemaal voor niks teruggekeerd vanuit Den Haag naar Arnhem toe. Want Apeldoorn, dat is hier een uur reizen vandaan. Het is niet zo ver weg, maar het is niet zo handig te bereiken. Ook niet met het openbaar vervoer en ook niet met de trein. Uh, dat is natuurlijk hetzelfde, maar bus en trein, dat is allebei kost je een uur. En ik zag dan die moeder en dat kind jaren later. een keertje toevallig in de binnenstad van Arnhem. En het jongetje was toen al acht of negen. tien misschien. En zij stond hem uit te kafferen. Ze stond over hem heen gebogen. Met de rechterarm gebaren te maken. met zo'n vinger omhoog of een vuist of whatever. Van. Doe toch een keer normaal. De oorlog tegen kinderen door moeders. Verschrikkelijk. Ik heb er geen woorden voor om mijn afschuw te schilderen. Kijk, het gaat hier om onschuldige mensen. Die vrouw waar ik het nu over heb. Die heeft seks gehad met die jongen. Daar was dat kind niet bij. Dat kind staat er helemaal buiten. En waarom zij die man na verloop van tijd niet meer goed genoeg vond, uh, het is mij een raadsel. Die vader, die ken ik vrij goed. Het is een hele gewone man. Zo iemand die elke dag onder de douche gaat. Zo iemand die bereid is om de handen uit de mouwen te steken. En hij is dan niet dertien uh, in een dozijn in die zin dat hij alles doet zoals alle andere mannen dat doen. Met huisje, boompje, beestje. Maar meer een soort vrije ondernemerstypje. Ja man, die heb je ook. Maar hij heeft altijd gezorgd voor een onderdak en voor inkomen. Het heeft daar in die zin nooit aan ook maar iets ontbroken. Hoor. Echt niet. En die man had. Toegang moeten hebben tot de opvoeding van het kind. Dus zij had moeten beseffen dat zij degene was die op haar rug ging liggen en zich heeft laten bezwangeren en dat dat nu haar man is en dat je daarbij blijft en dat je samen gaat zorgen voor de opvoeding van het nieuwe mens. Punt. Waar is de vrouw die de verantwoording neemt? Voor haar eigen gedrag. Ik heb het te veel gezien om het er niet over te hebben. En als jij een vrouw bent die het wel goed doet, dan uh, bedoel ik jou niet. Maar ik heb te veel moeders gezien die het precies zo deden. Bijvoorbeeld de moeder van mijn eigen kind. En weliswaar heeft, hij mij, heeft zij mij niet het contact tussen mij en het kind op zo'n jonge leeftijd weten te frustreren, maar ze heeft het wel geprobeerd. Mij belachelijk maken. Ten overstaan van het kind, bijvoorbeeld. Dat deze de godganse tijd. Uitschelden waar het kind bij was. Hele beledigende dingen zeggen tegen mij. Mij uitlachen. En afzeiken. Godgeklaagd gedrag. Gedrag wat ik van die vrouw nooit gepikt zou hebben. als dat kind niet in beeld was. En voor het behoud van dat kind, waarbij het belangrijk was en is dat ik als vader er ben. Hè, heb ik die stront gegeten. Heb ik mij laten beledigen. Heb ik mij laten afzeiken. Nou, die vriendin van haar die deed dus met haar kind precies hetzelfde. Die vader uitmaken voor een nietsnut en la la la. En mama zorgt wel goed voor je. En dat kan papa helemaal niet doen. Dus papa, die willen we niet meer zien. Dat soort dingen aan je kind doorgeven. Schandalig. En dan eh, wil ik het hebben over Rita Lin is die uh, methylfenidaat. Methyl Op wiki kan je dat zo vinden. Methylfenidaat wordt gebruikt voor de behandeling van ADHD. Yes. Wat is ADAD? Uh, nou, ADAD ADHD? Nou, ADHD is niets meer dan dat kinderen snel afgeleid zijn... en dat ze heel erg druk zijn. Nou, daar, daar kan een hele goede reden voor zijn. Hè? Ik kan me voorstellen dat dat jongetje in kwestie... dat die op school ook problemen kreeg. Hij had al dat drukke gedrag bij mij thuis. En ik ben dan een... Ja, genie moet je misschien zeggen. Vergeleken met het gemiddelde opvoedkundige instrumentarium van de andere leeftijdsgenoten van mij. Dan ja, ben ik een genie. Ze zouden een standbeeld van mij op moeten richten en ik zou vereerd moeten worden. En dat als ik boodschappen ga doen, dat er dan een hele uh, rij klaar staat van vrouwen. En die werpen roze blaadjes voor mijn voeten als ik de Albert Heijn binnenloop. En dan zingen ze een of ander lied... Met het woord Hosanna erin. En ze proberen mijn voeten te kussen. Ja, ik moet toch op een bepaalde manier uiting geven aan mijn afkeer van dat gedrag van die moeders. Maar die jongen, dus van haar, die zoon. Ik weet het dus niet, want ik ben hem toen uit het oog verloren toen ze verhuisd is naar Apeldoorn. Toen zag ik die jongen echt nooit meer. En ik heb hem dus nog één keer gezien toen hij uitgescholden werd door zijn moeder in de winkelstraat, drukke winkelstraat van Arnhem. Toen dacht ik zo. Hè? Ik zie je nou weer één keer na al die jaren en wat zie ik dan? Nou, dat je uitgescholden wordt door je moeder. Nou, dat zegt iets, hè? Over hoe die moeder al die tijd met dat jongetje is omgegaan, of niet? Of die jongen ADHD medicatie heeft gekregen, dat weet ik niet. De kans is vrij groot. Dat ben je met me eens, mag ik aannemen. Want dat jongetje kan heel makkelijk een ADHD-diagnose krijgen. Wat niets meer inhoudt nadat hij snel afgeleid is. En hij is heel erg druk. Attention deficit. Deficientie, attentie deficiëntie en een hyperactiviteit, hyperactief, snel afgeleid en heel erg actief. Ja, de jongetje is helemaal doorgedraaid. Z zijn vader was in een uh, buitenbeeld. Wat, 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 wat verwacht je dan van een kind? Het is schandalig wat die vrouw heeft gedaan. Aan de schandpaal met haar. Zij is de vruchten van haar schoot niet waardig. Ja, die stilte die je hoort is opdat jij goed beseft dat ik het serieus meen. Het gaat hier om een oorlog tegen kinderen. En ik kom op voor die mensen die in die dagen te jong waren om voor zichzelf op te komen. Ja, jullie vrouwen, moeders en jij dan misschien niet, jij dan misschien niet, maar die zusters van jou wel die zich afreageren op de kwetsbaren. Wat denk je wel niet? Kijk, en zo'n kind... die wiens vader van de een op de andere dag... van de aardbodem verdwenen is... wat denk je dat dat kind gaat doen... Ik zal jou het verhaal vertellen wat ik ging doen. He, toen ik tien was, elf was, tien, elf. Toen is mijn vader van de ene op de andere dag opgestapt... en heeft het gezin in de steek gelaten. Ik ga ervan uit dat dat niet helemaal en enkel en alleen... de schuld was van mijn moeder. Dus bij deze, mijn vader is... Hij uh, ja, is overleden inmiddels, maar... Die heeft echt niet alles goed gedaan. Maar dan nog. Hè? Ik was tot aan die tijd een... Een leergierig jongetje met een dikke bril. Maar toen was mijn vader pleiten. En ik had de lagere school nog afgerond met een CITO-score van 93. Dus ik had een... ...percentielwaarde van 93. Dus 7 van de 100 kinderen... ...die die toets hadden gedaan... ...waren beter in die toets dan ik. En 93 van de kinderen... ...die diezelfde toets hadden gedaan... ...waren minder goed dan ik. Zeg maar ongeveer. Dat is het 93 percentiel. Dus ik zat in de top 10... ...van Nederland. Qua CITO scoren. Nou, dat ging nog goed... Toen kwam de middelbare school. Toen ging mijn vader pleiten. Nee, mijn vader is pleiten gegaan in de laatste klas van de lagere school. Toen kwam de middelbare school. En toen ben ik losgeslagen. Toen was het vechten geblazen. En gesodemieter. Toen ben ik bijna van school afgezet. Vanwege mijn absoluut onacceptabele gedrag in de klas. Ja, gek hè? Een, een jongen, ik dus. Zijn hele lagere school, uh, nooit geen enkel probleem. Alleen maar hele goede cijfers. En ik werd gepest vanwege mijn dikke bril. En ik heb toen ook gevochten op, de, op het schoolplein. Maar ik werd gepest. En die pestkoppen die heb ik teruggemapt. Maar dat gebeurde netjes buiten schooltijd. Nooit in de klas, nooit geen gesodemieter in de klas. In de klas was ik aan het opletten. Ja, toen ging mijn vader weg. En. Ja, toen is er bij mij. Uh, een soort van hoop verloren gegaan of zo. Daar uh... nou, heb ik mij verschrikkelijk misdragen. Toen ben ik nog bijna van school afgezet. Toen ik mijn moeder heeft ingegrepen. <coughs> <coughs> Daar heb ik nog een kans gekregen. En toen, gelukkig, gelukkig. kwam er een tweede ding in mijn leven. En dat was de Bijbel. En ik ging Bijbel lezen. En toen was het in één keer voorbij met mijn opstandigheid. En mijn schoolresultaten, die werden weer als vanouds. En ik was de beste van de klas van de HAVO. Dankzij de Bijbel. Dat kan je rustig stellen. Want had ik die Bijbel toen niet gelezen. Nou, dan. Maar hoezo zou mijn gedrag veranderd zijn geweest? Hoe kom je erbij? Maar ik las Bijbel. Maar ik ging dus ook helemaal wild door het verdwijnen van mijn vader. Nou, nu het andere geval. Dat was de moeder van mijn kind, die kwam op een dag thuis. Ons kind was toen acht, denk ik. En zij was uh, op straat en ging al de boodschappen doen. En voor die vrouw was boodschappen doen altijd synoniem met uh, urenlang oude hoeren met Jan en Alleman op de stoep. Dus ze had weer eens heel langs een oude hoeren, in dit geval met de uh, kapper. Dat is een vrouw, een alleenstaande moeder. Met een zoon. Ik had een jongetje wel eens gezien. En die kapperszaak waar die vrouw werkte, die, is dan, die was vlak bij ons om de hoek. Als ze met die vrouw staan kletsen. Nou, dat zoontje dat was net zo oud als ons kind, dus ook een jaartje of acht. Alleen staan de moeder, papa ging wegen te bekennen. En het jongetje uh, kon zich niet concentreren op school en was heel erg druk. schoolresultaten waren slecht. En die moeder heeft toen besloten om dat kind methylfenidaat te geven. En de schoolresultaten, die zijn toen verbeterd. En de moeder van mijn kind, die kwam thuis en die wilde heel blij gaan doen over de redding van een mens. Want dat jongetje kon zich moeilijk concentreren en was heel erg actief. En dat was nu afgelopen. Want die was dagelijks aan het methylvenidaat gezet. En de schoolresultaten waren verbeterd. Zo van he he, eindelijk een dag. Dat je iets hoort met goed nieuws. Nou, ik hoor dat verhaal aan, en dan ga zo dadelijk met jullie even de Wikipedia-pagina door met waar je het hier nou eigenlijk over hebt. Want methylphenidaat, daar denk je, oh ja, nee, doe dat doet het ook maar. Dat is, uh, lijkt me wel. Uh, ja, dat is, oh, dat zijn pillen. Oh, wat interessant zeg. En ik hoor dat er dus een kind van acht is en dat krijgt dan elke doordeweekse dag, dus vijf keer in de week bij het ontbijt een dosis methylphenidaat. In het weekend dan niet? Mm -hmm. En dan weer wel. Hè? En dat werd dan ingezet, niet eventjes voor een paar weken om uit te proberen? Nee. Dat werd ingezet voor de langere termijn. Dus die jongen. die was nu begonnen. aan jarenlang gebruik van methylfenidaat. Ik hoor het verhaal aan. En ik zei tegen die moeder. van mijn kind is als uh, wat erg. En die vrouw die werd kwaad, jongen. Die begon mij uit te schelden. En zij eiste van mij dat ik het samen met haar heel positief zou vinden wat er gebeurd was met dat achtjarige mens. Want zij had ook het recht om iets leuks te vertellen. Kijk, hier hoor je de misdadigheid van de moeder hè? die de oorlog voert tegen het kind. En in dit geval staat zij dan een andere moeder bij in de oorlog van die moeder tegen het kind. En ik moet meejuichen hoe een onschuldig kind van acht jaar voor de komende jaren wordt gezet aan methylfenidaat. Dit is onbeschrijfelijk. Wat die vrouwen al samenspannend uitvreten. Ik pak even wat erbij. Die ga ik op deze pagina zoeken. Het is best een. Oké, okay, goed. Beginnen we even met dit, hè. Uh, hier staat metylphenidaat, dat is ritalin, concerta, uh, attenta, medicas, zeg het maar, dat is methylfenidaat. Methylfenidaat is een stimulerend middel uh, met een verslavingsrisico en afhankelijkheid, afhankelijkheidsgevaar Vergelijkbaar met amfetamine. En onder de verslavende middelen scoort het qua risico in de middengroep. En onder de verslavende middelen moet je denken aan. Uh, Cocaïne, heroïne, amfetamine, uh, methyl dinges, uh, crystal meth. Dat is ook amfetamine, by the way. En, en, en ga maar even door. Hè? Wat wij noemen. hard drugs. Je moet gewoon het beestje bij de naam noemen, hè? Kijk. En door de weeks krijgt dat kindje dan van zijn moeder elke ochtend zo'n pil met methylfenidaat. Daar raakt dat jongetje dus uh, addiction, dat is verslaafd aan, dat is een verslavingsrisico. En hij heeft ook dat hij daar afhankelijk van wordt. En afhankelijkheid werkt als volgt, dat is ook met nicotine. Ik ben nu ik ben gestopt met het roken van tabak. Het dagelijks roken van tabak. Je, je kent het wel, hè? Ik rook een pakje shek in de drie dagen, vier dagen. Die de hele tijd te paffen. En als je dan stopt met het gebruiken van die tabak te roken. dan krijg je niet meer die nicotine-dingen erin. En, en je lichaam is daar niet op ingesteld. Want als je iedere uh, moment van de dag. voortdurend maar nicotine toevoert aan je bloedstroom. Dan gaat je lichaam pas op de plaats maken met het aanmaken van andere dingen, weet dat epifidrine of whatever. Maar je hersenen, hormoontoestanden, die creëren heel veel stoffen aan, echt een heel scala aan stoffen. En het aanmaken van die stoffen, dat moet lekker in balans zijn, anders voel je, je niet goed. En wanneer jij voortdurend nicotine neemt, dan gaat je lichaam aangepast die epiphedrine of hoe dat ook maar heet, genotshormonen, zeg het maar. Waarvan, oh, er is al nicotine. Nou, dan hoeven we dat en dat en dat en dat niet aan te maken. En als je dan stopt met het roken, dan gaat het lichaam niet onmiddellijk weer de normale waarden van die andere stoffen opvoeren. Dat duurt even voordat het lichaam zich daarvan herstelt. Het is ook zo dat als je begint met roken. Dat past na een tijdje het lichaam dan de aanmaak van die andere ja, genotsmiddelen, natuurlijke endorfine, zo heet dat, endorfine dingen, endorfine middelen. Pas na een tijdje gaat het lichaam die endorfine aanpassen aan het feit dat jij iedere dag jezelf volpropt met nicotine. Nou, zo duurt het ook een tijdje voordat het lichaam van die nicotine overdosis of nicotinedosis zich herstelt. Dus als jij op een dag stopt met roken. jongen, dan, dan weet je echt helemaal geen raad met jezelf. Dat is even doorbijten. En als je je daar doorheen bijt. dat kan je op het internet vinden, hoe lang dat duurt. Dan praat je over etterlijke dagen. En je kan zelfs na misschien wel twee, drie weken. Kan je nog wel eens een heel moeilijk dagje hebben. Uh, totdat bijna het water in je mond komt, dat je, die, die, dat je daarna snakt. En dat komt omdat je normale endorfine stelsel, dat, dat is er nog aan het herstellen. Momenteel, hè, nu ben ik, ik heb mijn laatste, nou, ik rook af en toe nog een checkje bij Wim, maar dat, dat is um, ja, voor de gezelligheid of zo. Dat, dat telt niet mee, daar heb ik ook echt geen last van. Ik heb nu helemaal geen last meer. Door het, het roken van tabak zegt me helemaal niks meer. En dat komt omdat mijn normale aanmaak van mijn endorfine dat is weer helemaal normaal. Dus ik heb nicotine niet meer nodig huh? om mij lekker te voelen. Het is nu gewoon puur extra. Dus als ik bij Wim zit en dan gaan we bij hem zitten paffen. Ja, dan word ik ook gelijk weer helemaal licht in mijn hoofd. En uh, woe, wat lekker zicht. Eh? Terwijl Wim, die rookt elke dag. En ja, die zit nicotine te paffen, maar die heeft dat lichte gevoel in zijn hoofd helemaal niet meer. Omdat zijn lichaam zich heeft aangepast en hij maakt een aantal endorfine niet meer aan. Dus snap je wat, wat ik bedoel? Dus, eh, als je veel rookt, creëer je een hiaat in je eigen endorfine-niveau. Of wat het ook maar zijn mogen. Eh? Het zijn een soort lichaams-eigen amfetamine-achtige stoffen. En, en ja, die worden dus aangepast door het nicotinegebruik, want je krijgt toch je kick van de nicotine. Ja, en heb je dan geen nicotine, dan heb je dus die behoefte aan die nicotine. Ja, en Wim zit dan. Ja, hij en ik zitten allebei te roken, maar Wim die vult een hyaat aan. Ik heb dat normale endorfine niveau, want ik rook normaal gesproken niet. En ik krijg dus een echt. Ik zit als het ware te genieten van die nicotine. Terwijl Wim alleen maar de hiaten in zijn bloedbaan aan het eind aanvullen is met namaakgenot. Huh? Nou, dan heb ik het toch goed uitgelegd, of niet? Nou, Dat is nou het verslavende effect van nicotine. En daarom, als je stopt met roken, is dat de eerste dagen uh, het moeilijkste. En dan begint je lichaam zich weer normaal te gedragen... qua aanmaak van die eigen genotsdingetjes. Uh, endorfine. En dan well, interesseert het je niks meer. Ik ja, ja. Maar nu terug naar dat jongetje. Ja, dat jongetje krijgt dus... op doordeweekse dagen... heeft hij dan die methylfenidaat dosis en dan krijgt hij dus morgens een dosis... en die gaat de hele dag door... En dan de volgende dag bang weer. En de volgende dag bang weer. En dan zaterdagochtend helemaal niks. Ja, kijk, door de weeks stelt het lichaam van die jongen. Het, het lichaam van die jongen gaat zich daarop instellen. Dat er dagelijks methylfenidaat naar binnen komt. Dus die gaat ook de eigen aanmaak van de eigen stofjes op dat terrein aanpassen aan het niveau van dat methylphenidaat. Want het methylphenidaat, dat methylphenidaat lijkt heel erg veel... op die lichaams-eigen epividrine-noem-het-maar-op-endorfine-achtige middelen. Daarom is het ook zo lekker. Daarom werkt het ook. Het creëert een gevoel van rust. Nou, en als die jongen dan op zaterdagochtend wakker wordt... en hij krijgt die pil van zijn moeder niet... Ja, wat heeft hij dan zaterdag voor een gevoel? Ja, het gevoel van wat jij zou hebben. Ja, ga jij het maar eens doen? Ga jij maar eens door de week elke dag roken? En dan in het weekend niet? En dan moet je dat vooral een paar maanden volhouden. Nou, binnenkort, binnen de kortste keren ga je ook in het weekend roken. En dan word je zaterdag ochtend wakker en denk ik: Ja, ik wil toch een shekie. Ja, want je bent verslaafd aan die nicotine. En hier staat: methylfenidaat is een stimulerend middel met een verslavingsrisico en een afhankelijkheidsrisico gelijk aan dat van amfetamine. Dus eh, je hebt het hier niet over een suikerklontje. Dus die jongen. Hij heeft dan door de weeks dat gelukzalige gevoel van die uh, methylfenidaat, Maar ieder weekend. is het uh, koude kermis. Dat is punt één. Dat doet zo'n moeder dan even haar eigen kind aan. Schande. En dan alleenstaande moederen. Geen vader in de buurt die er wat van kan zeggen. Hé, hey, vrouwen zorgen goed voor hun kind, vind je niet? Die hebben echt begrip voor hun kind, vind je niet? En ga nou niet zeggen van Perry, ja, je zoekt ze uit. Hé, hey, hoe kom je erbij? Die drie vrouwen die ik nu noem, dat zijn gewoon vrouwen tussen alle andere vrouwen. En die hebben nog meer vriendinnen en die doen allemaal precies hetzelfde. <coughs> Het enige wat die vrouwen onderling verbindt, is dat het vrouwen zijn en ze wonen in Arnhem. Of woonden toen in Arnhem. Ja, meer niet. Dan krijgen we hier een hele mooie, alsof het nog niet genoeg is. Hè? Want daar heb ik al een aantal pagina's gehad. Je moet echt enorm scrollen. En dan kom je bij... Kosten, legal status. Ik dacht dat het eronder zat. wanneer nee, het zit bij de references. Wacht even. Helemaal naar boven. Adverse effects. Drie. Adverse effects, dat zijn uh, effecten, uh, werkingen die uh, niet uh, lekker liggen, hè? Huh? Nou, dan krijgen we even de. Er staat een, een grafiekje naast. En dan hebben ze methylphenidaat vergeleken met de 20 populairste recreationele drugs. Waaronder cocaïne en MDMA en wat staat er nog meer? Kan ik dit vergroten? Oh ja, ketamine, bio, benzodiazepine, amfetamine, tabak, ketamine, alcohol, uh, methadon, barbituraten, cocaïne, heroïne, kat, alkyl, nitraten, nitrieten, ecstasy, GHB, anabole steroïden, LSD, MTA, cannabis. Nou, dat hele lijstje, hè? Nou, hoe scoort dan uh, methylfenidaat? Nou, het is in deze lijst van vrolijke middelen behoort het tot de middengroep. Het was de dertiende, nummer 13, in verslavingsrisico. Nummer 12, in fysieke schade. Ja, dat hoor je goed: physical harm. Lichamelijk letsel. zo dadelijk kom ik erop in. En de achttiende in social harm, waarmee ze bedoelen dat je je sociale leven naar de ratsmode gaat. Dat is het nummer achttien. En waar zit hem nou, die fysieke schade? Hè? Nou. Dat zit hem in schade in je gastrointestinale systeem. Dat heeft te maken wat mensen noemen uh, je, je maag-darmkanaalschade. En dat kan leiden tot uh, buikpijn en gewichtsverlies. En je kan schade oplopen aan je zenuwsysteem. Je kan daar tics van krijgen. Een tik. Dat je... je even... <t threaten> uh, dingen hè? Net als die film met de Dr. Strangelove van uh, Stanley Kubrick. Dat die ene man, die moest alsmaar uh, zijn rechterarm omhoog doen. Ja, dat is Dr. Strangelove zelf. Hey. Ah, Heil Hitler. Dat dus. En... Het meest opvallende is dat die kinderen die dus veel Ritalin tot zich nemen, die worden gemiddeld drie centimeter minder lang dan hun soortgenoten: drie centimeter na tien jaar gemeten. Dan kan je zeggen, ach, mijn kind is 1,80 meter, 80, die kan die 3 centimeter wel missen. Ja, maar dat heb jij niet te beslissen. Dat is fysieke schade toebrengen aan je eigen kind. En je gaat ervoor bloeden, jongen. Dit, dit ga je, hier ga je niet gratis mee wegkomen. Ja? Dus wees gewaarschuwd in jullie oorlog tegen de kinderen, want we hebben jullie in het vizier. Wij, degene die wel geven om de nieuwe mensen. En dan zeg ik op zijn hamburgers alleen tegen degene die met mij zijn. Zeg ik tjus en dag lieverds.